Vlak voor de wedstrijd tegen Vitesse komen we bij de Arjen Robben Skybox oud FC Groningen speler Matthias Florijn tegen. Florijn speelde van november 2001 tot en met december 2006 voor FC Groningen en kwam in die ruim 5 jaar als linksback tot 170 wedstrijden waarin hij 2 keer scoorde. Begin 2007 ging Florijn terug naar Zweden om te gaan voetballen bij de toenmalige kampioen Elfsborg. Nou, ik heb met een ploeggenoot van Elfsborg, Anders Svensson heet hij, gingen we gisteren naar een oude ploeggenoot, speelt nu bij de rivalen in Twente, Emi Bayram. En we zijn oude vrienden, dus gisteren daarheen gevlogen en nu even hier met de auto. Ik wou hem een beetje mooier voetbal zien, dus dan moeten we hier zijn natuurlijk. Ja, niet in Twente, of niet in Enschede. Dat bedoel ik. Ik zag je net ook al bij Lasse Nielsen staan. Heb je nog iets tegen hem gezegd van hoe het vanavond gaat? Nee, maar wij hebben ook samen gespeeld in Elfsborg, dus we zijn nu met z'n vieren hier. En ik heb niet zoveel tegen hem gezegd over deze wedstrijd, maar ik vind het gewoon leuk om hem ook even te zien. Zeker alle mensen bij FC Groningen, dat vind ik echt leuk. Het was echt te lang geleden. Ik weet nog heel goed, wij waren toen op trainingskamp, Matthias, in Spanje. Dat was in de winter. Ja. En toen werden wij gebeld door jouw huidige club, waar jij nu speelt. Ja. Die wouden jou toen kopen en we hebben daar in het trainingskamp een deal gemaakt. Ik weet dat nog heel goed. Deze seizoen hebben we een beetje minder seizoen gehad. We zijn de vierde geëindigd, maar als je top 4 eindigt, dan mag je altijd Europees voetbal. Dus elke jaar Europees. We hebben ook de laatste seizoen hier in Groningen ook meegemaakt natuurlijk, Europees. Dus het is iets extra om mee te maken, vind ik. Wat mij ook enorm bijstaat is dat onze spelers dat vreselijk vonden dat jij toen wegging bij FC Groningen. Je was bijzonder geliefd, ook bij onze supporters. Het was echt een fantastische tijd voor mij. Bijna 6 jaar en ook Oosterpark meegemaakt en in het begin van Ureborg ook. Het was nu even kijken, in maart denk ik 2007 toen ik voor het laatst hier in Groningen was. Dus Ureborg is ook een beetje veranderd sinds die tijd. Echt nog veel mooier geworden vind ik, van binnen ook. Dus ik heb echt fantastische herinneringen van hiervan. Ja. Heel veel plezier en top nogmaals dat je er bent. Ik heb begrepen, je gaat morgen op doorreis naar Amsterdam. Ja, naar Rasmus Lindgren. Nou, geniet dan vooral van het voetbal vanavond, want ja, morgen daar in de arena. Laat ik het zo zeggen, ik wens je morgenavond heel veel sterkte. Wat de uitslag vanavond? Ik heb op Groningen gegokt, dus ik hoop zeker dat ze winnen. Ik denk 2-0.